Het is zondag en het wielerseizoen is begonnen. Wat doen we dan? We gaan naar de koers gaan kijken. Welkom in de vlog van deze week. Gisteren een mooie wedstrijd gezien, een mooie koers gezien. Twee dagen zelfs. Hoogdagen komen eraan, want de Strade Bianchi komt er ook nog aan in Italië. Op het moment dat je dit ziet, is dat waarschijnlijk al gebeurd. Iets anders, we zijn nu dinsdag en wat doen we deze week eigenlijk? We gaan hier, je kunt het misschien zien, we hebben hier terug in onze studio-opstelling. En we gaan hier een aantal filmpjes opnemen met mijn collega's, met mijn docenten, die hun modules gaan voorstellen voor geïnteresseerde studenten. We zijn allemaal pas gestart. Ik hoop op een aantal bloopers. Misschien kan ik die laten zien in deze video. Test 1, 2, test. Ja, stop een keer. Techniek om de juiste ICT-oplossing te kiezen binnen een bedrijfs- of organisatiecontext. Daarnaast wordt de aandacht besteed aan manieren om ervoor te zorgen dat de kans... Ja, ik ga het zonder springen. De informatie in het... alle informatie... Nee, oké, ja, dat vertel ik niet. Want anders ben ik ze gewoon aan het... Ja. Het is woensdagavond, denk ik. Ja. We zijn in de catacomben van het Koersmuseum, want hier gaat straks het Gouden Hala van Koers door. En het leuke aan het Koersmuseum is dat je je fiets of je step kunt achterlaten in zo'n beveiligde stalling. En dan kun je hem hier zelfs opladen ook. Super, Koersmuseum. Ik sta bij Matthew Heyman en de man die Parijs-Roubaix won. En ik heel Vlaanderen op dat Tom Boonen. Ja. Ik vond het een verdiende winnaar. Matthew, stel dat je die Parijs-Roubaix mag inleveren voor een koers met een keuze. Wat zou dat dan zijn? Oh, moest ik dat doen? Koersen die volgens jou daarboven staan? Ja, ik denk meteen aan twee andere koersen. Of wereldkampioen. Of Vlaanderen. Ja. Die zijn die andere koersen die een beetje voor mij gevonden. Ja. Qua Reu, ja. De Ronde van Frankrijk, dat spreekt me niet zoveel aan. Dus dat is een hartstikke renner. We laten het houden bij de Parijse Wedden. Ja. Geen comeback voor jou dit jaar? Nee, ik denk niet. Ik laat het aan Tom. Kijk eens hoe wij vinden om weer 20 tot 30 uur in de week te gaan trainen. Misschien dat een plaats in jullie ploeg? Misschien. Moet je wel bellen. Ja. Ik sta met Sammy Nerik. Sammy is voor mij ben jij iemand die de mooiste wielerstukjes maakt. Vive le vélo en alles daar rond. Met het coronavirus voor er koers nieuwe dagen aan. Hoeveel nieuwe dagen aan? Geen idee, maar ik ben vrij zeker dat mijn bazen iets erop zullen vinden. Ja. Zullen ze niet ziek worden? Nee, dat gaan we niet doen. Okay. Zo, interessante avond daar op koers. Ondertussen hebben we ook al een workshop gegeven deze week. En wat grappig was, de koers is dus overal, want een van de deelnemers van de workshop in Engelmünster was de mama van Yves Lampaert. De wereld is dus heel klein.
Zo, dat was het een beetje voor deze week. We ronden hier af en ik zie u graag volgende week.